Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op het Zultrex, de enige echte natuurlijk. Nou, hoe was de Efteling? Ja, het zou eigenlijk de laatste Efteling wezen. Maar ik ben er nog niet echt helemaal over uit dat het echt de laatste keer is. Want ik heb mijn eigen best wel vermaakt. Het was ontzettend druk was het. En ik heb mijn eigen vermaakt. En ik ben er nog niet echt helemaal uit wat of ik het nou echt helemaal moet wegdoen. Als ik hem helemaal wegdoe, is ook wel weer definitief. Dus ik moet sowieso nog even mijn abonnement goed even opmaken. Maar er zit misschien wel een kans in dat ik toch blijf. Dat ik het toch blijf doen en dat ik toch naar de Efteling ga. Ik heb onderweg, toen ik in het park was, heb ik nog een kijker gezien. En dat was heel erg leuk. Ik liep op een gegeven moment, toen hoorde ik ineens iemand roepen van... Hey, oh my god, daar hebben die YouTuber. En dat vond ik toch wel weer heel leuk. En dan heb je eigenlijk wel weer zoiets van, toch eigenlijk... Best wel leuk eigenlijk. Eigenlijk best wel tof dat de mensen je herkennen. Ik heb er een hele tijd best wel problemen mee gehad. Als ik herkend werd in de Efteling. Ik ben niet zo van hier ben ik en kijk eens hoe goed ik ben. Hier ben ik. Zo zit ik echt helemaal niet in elkaar. Ik ben gewoon een dood normale gozer ben ik. Die toevallig net op YouTube zit en filmpjes maakt en Efteling video's maakt. Maar ik ben niet zo van het overdreven. En daar moest ik in het begin moest ik daar wel heel erg aan wennen. Dat je dus steeds bekender wordt en steeds bekender de YouTuber wordt. En natuurlijk heel veel bekend ben in de Efteling en zo. Ik maak het... Op kermis heb ik dat nog niet echt meegemaakt. Maar wel wel in de Efteling. In de Efteling ga je steeds meer krijgen. Dat als je rondloopt in het park, dat ze je gaan herkennen en zo. Dus dat is aan de ene kant ook wel weer heel erg leuk. Ik moet er gewoon een beetje overheen zetten. Aan de andere kant. Ja, vind ik eigenlijk ook dat ik niet moet zeiken. Ik moet niet zeuren. Ik heb er zelf heb ik ervoor gekozen om YouTuber te worden. Ik heb zelf alles aan geprobeerd. Of in ieder geval, ik heb het nooit op stoelen of banken willen steken. Dat het natuurlijk leuk is als je bekend bent. En ik graag natuurlijk veel abonnees krijg. Dat ik bekend word en zo. Dat is eigenlijk iedere YouTuber... Als er ooit echt een YouTuber is die zegt van nou, ik vind het helemaal niks bekend zijn en zo. Dan is het de grootste hypocriet van het westelijk halfrond. Want iedereen die op YouTube zit, iedereen die YouTuber is, wil bekend zijn. De credits krijgen, de roem en de glorie hebben. Dus als jij niet bekend wil worden... Ja, dan moet je gewoon geen YouTube-kanaal nemen. Dat is heel simpel. En ik vind het ook best wel leuk. Tuurlijk, elke YouTuber vraagt aandacht. Elke YouTuber probeert toch op zijn manier bekend te worden. Moet dan wel op een leuke manier zijn. Want ik ken er ook een heleboel die... die doen het een beetje op een achterbakse manier... Waar ik totaal niet, van hou. Ik ben bekend. Zo bekend ben ik nou ook weer niet. Maar in de Efteling, daar leer je wel een hele hoop mensen kennen. En heel veel mensen die naar de Efteling gaan, kijken ook YouTube. En heel veel mensen die YouTube kijken, die volgen kanalen die Efteling vlogs maken... Dus ja, op een gegeven moment ga je wel een beetje bekend worden. En ik zou de laatste zijn die zou zeggen van... joh, daar doe ik het helemaal niet voor.
Dat is de grootste hypocriet is dat wat je maar kan denken. Want ja, iedere YouTuber wil bekend worden en de roem en glorie krijgen van het bekend zijn en zo. Dus ik moet het ook wel een klein beetje voor lief nemen. Dat vind ik eigenlijk dan ook wel weer zo. Ik probeer altijd zo streed en eerlijk mogelijk te zijn. Komen mensen naar me toe? Ik vind het aan de ene kant vind ik het wel leuk. Aan de andere kant heb ik af en toe nog wel eens even moeite. Dan denk ik bij mij eigenlijk weer, wat moet ik zeggen? Wat moet ik doen? Maar dat gaat op een gegeven moment, gaat dat vanzelf wel een stuk beter worden. Maar in ieder geval, als je in de Efteling bent en je komt me tegen, spreek me gewoon aan. Dan ga ik met je op de foto. Ik zet een handtekening, weet ik voor wat of zo. Het lijkt me wel ontzettend leuk. Even een praatje maken. Altijd leuk. Ja, hoe was de Efteling? De Efteling was druk. Het was echt een ontzettend drukke dag. We hebben niet echt heel veel attracties kunnen doen. Maar ondanks alles toch wel weer een prima dag gehad in de Efteling. En met Kevin en met Ramon. Ja, heel veel gelachen. Was echt ontzettend gezellig. En we doen het gauw weer een keertje over. Dus de Efteling was top die dag. Ik bedank Kevin en Ramon. Bedank daar ook voor. Het was een toffe, gezellige dag. Nou, ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik ga bij deze de vlog afsluiten. Dit was de vlog. Even een klein reviewtje. Hoe het was in de Efteling. Ik vond het wel leuk. Het was een geslaagde dag. En hopelijk binnenkort heel snel weer. In ieder geval wel na de zomervakantie. Want dan is de drukte weg. Want ik heb een enorme pesthekel aan drukte. Dat hebben jullie in de vlog ook wel gemerkt. Dus ik hoop na de zomervakantie weer zo snel mogelijk naar de Efteling te gaan. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Groetjes van deze kant. Abonneer op mijn kanaal nogmaals. Druk op belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden. En like deze en alle andere video's met een dikke duim omhoog. En dan spreek ik jullie allemaal weer. Groetjes van deze kant en tot de volgende vlog maar weer. Bye bye. Hoi.